Gespierde benen kweken is voor veel mensen erg lastig. In deze korte video ontdek jij hoe je dit doet en vind je de beste oefeningen. Hoe vaak moet jij nou je benen trainen? De ene persoon doet het 1 keer per week, terwijl de andere dit 3 keer per week doet. Beide zijn niet goed of fout. Er zijn namelijk meerdere mogelijkheden. Dit hangt er dan ook helemaal van af wat voor trainingsschema je volgt. Beenspieroefeningen zijn over het algemeen het zwaarst van alle spiergroepen. Dit is dan ook de reden waarom ze vaak apart van andere spiergroepen worden getraind. Je hebt dan ook vast wel eens gehoord van leg day. Wat zijn de beste oefeningen voor gespierde benen? 1. De squat. Dit is zonder twijfel de beste oefening die jij kunt doen voor je beenspieren. Het is de meest complete oefening omdat je hier zowel je quadriceps, de voorkant van je benen, hamstrings, bilspieren en kuiten mee traint. De squat mag dan ook zeker niet ontbreken in jouw trainingsschema en is een absolute must voor het kweken van gespierde benen. Voor beginnende krachtsporters is het aangeraden om zonder gewicht te beginnen, zodat je de juiste techniek kunt aanleren. Als je wat meer ervaring hebt en de techniek al beheerst, kun je beginnen te squatten met gewicht. Dit kun je doen op meerdere manieren. De barbell squat, oftewel met een stang in je nek. Deze oefening wordt meestal uitgevoerd met behulp van een power rack. Kettlebell squat. Doe de squats terwijl je een kettlebell met een gewicht naar keuze beethoudt. De dumbbell squat. Dit kun je doen terwijl je 1 of 2 dumbbells vasthoudt. Als je dit thuis wilt doen, kun je het best gebruik maken van verstelbare dumbbells. Oefening 2. De leg press. De leg press machine is in elke gym wel te vinden. Deze oefening is een stuk makkelijker dan de squat en is dus met name voor beginners erg goed. Ook voor gevorderde krachtsporters kan de leg press uitstekend een plekje krijgen in jouw trainingsschema voor het kweken van gespierde benen. Met de leg press train je jouw volledige benen. Hoe dichter jij je benen bij elkaar zet, hoe meer focus je legt op de quadriceps. En hoe hoger jij je benen neerzet, hoe meer je hamstrings getraind zullen worden. Oefening 3. De lunge. Lunges zijn een conditioneel zware oefening. Je kunt ervoor kiezen om ze statisch of dynamisch uit te voeren. Oftewel, uit te stappen op dezelfde plek of steeds een stap naar voren zetten. Wil je de oefening zwaarder maken? Voeg dan extra gewicht toe in de vorm van dumbbells of een stang in je nek. Aangeraden is om te beginnen zonder gewicht. Zorg ervoor dat je knie niet voorbij je tenen komt en dat je bovenlichaam rechtop blijft staan tijdens het uitvoeren van de lunge. Als je deze oefening in jouw schema opneemt, zal het jou gegarandeerd sterkere en gespierdere benen opleveren. Oefening 4. De leg extension. Deze oefening wordt uitgevoerd op de leg extension machine. Het is een uitstekende oefening om de quadriceps mee te isoleren. Als je gespierde benen wilt kweken, is het dan ook zaak om zowel de hamstrings als de quadriceps beide nog eens apart te trainen. Heb je gevoelige knieën? Dan moet je de leg extension erg voorzichtig uitvoeren of zelfs overslaan. Aangezien er redelijk wat druk komt te staan op je knieën, is het aangeraden deze oefening met licht gewicht en gecontroleerd uit te voeren. Oefening 5. De hamstring curl. De hamstring curl kan zowel zittend als liggend uitgevoerd worden. Meestal wordt de oefening uitgevoerd op een leg curl machine. Met deze oefening isoleer jij je hamstrings volledig. De curl is dan ook een uitstekende oefening en draagt zeker bij aan het kweken van gespierdere benen. Door sommige mensen wordt de oefening als overbodig gezien, maar dit hangt af van het trainingsschema dat jij volgt. Oefening 6. De hip thrust. De hip thrust is een oefening die vooral onder vrouwen erg populair is. Hiermee isoleer jij je bilspieren en ook je hamstrings en onderrug zullen getraind worden. Je kunt de oefening uitvoeren zonder gewicht of met een gewicht in de vorm van een dumbbell of kettlebell. Ook wordt het vaak gedaan met een barbell. Oefening 7. De calf raise. Uiteraard mogen de kuitspieren niet vergeten worden. De calf raise is de beste oefening voor je kuitspieren. Simpel gezegd is het op je tenen staan en vervolgens weer naar beneden zakken. Er zijn erg veel manieren om de calf raise moeilijker en zwaarder voor jezelf te maken. De meeste varianten van de calf raise kun je gewoon thuis doen. Wil je direct goed beginnen met gespierde benen trainen? Download dan even de gratis Spiermassa Kickstart. Het linkje vind je hieronder in de beschrijving. Ik hoop dat je wat aan deze video hebt gehad. Heb jij wat aan gehad? Geef dan even een like op deze video en abonneer op ons kanaal. Bedankt voor het kijken en tot in de volgende.